Mijn droom voor Syrië is dat, als je buiten speelt, dat je dan je veilig voelt en dat je niet gelijk, als je iets verkeerd doet, dat je gelijk in elkaar geslagen wordt door de politie en zo. En door de militairen. En ik hoop ook dat er geen doden meer vallen.